Hoi, wat leuk dat je kijkt. In dit filmpje leggen we uit hoe hersenonderzoek in het Brain & Education Lab in zijn werk gaat. De onderzoekers van het Brain & Education Lab proberen beter te begrijpen hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe kinderen leren, lezen en nadenken. Voor het onderzoek maken we gebruik van een MRI-scanner. Met de MRI-scanner maken we foto's van je hersenen terwijl jij een opdracht of spelletje doet. Op die manier proberen we erachter te komen wat er in jouw hersenen gebeurt terwijl je de opdracht uitvoert. De MRI-scanner is een grote magneet en je voelt er niets van dat we foto's maken. Het is een veilige methode. Daarom kunnen kinderen ook meedoen. Maar omdat de scanner een magneet is, kan er geen metaal de ruimte in. Daarom kun je helaas niet meedoen als er metaal in je lichaam zit. Wat gebeurt er wanneer je meedoet aan MRI-onderzoek? Wanneer je meedoet aan MRI-onderzoek, vragen we je om naar het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden te komen. Hier staat namelijk de MRI-scanner. Meestal duurt zo'n onderzoek zo ongeveer 2,5 tot 3 uur. Wij halen je in de hal van het ziekenhuis op en nemen je mee naar een kamer waar we rustig aan je uitleggen wat je precies gaat doen. Natuurlijk kun je dan ook vragen stellen. En je mag ook in de oefenscanner liggen. Hierdoor kun je dus alvast even merken hoe het is om in een scanner te liggen. Daarna gaan we naar de echte scanner. We zorgen ervoor dat je lekker ligt, want het is belangrijk dat je tijdens de taak niet beweegt. Omdat de scanner best wel harde geluiden maakt, krijg je oordopjes in en een koptelefoon op. Via deze koptelefoon kunnen we met elkaar praten. Wanneer de scanner uitkomt, vraag je we nog om een paar opdrachten op de computer te doen of wat puzzels op te lossen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Of wil je graag meer horen over ons onderzoek? Dan kun je ons mailen op braineducation@fsw.leidenunif.nl.